tegen. Maar ook Guusje Stefania. Ja, heel goed. Mag ik hier massage storen? Heren. Die zit daar zo lekker. Nou, En ik doe het al vanaf mijn 9e. Toen ik al naar Spanje ging, er zat mensen te masseren op de strand. Ik vond het echt leuk. En het was altijd een idee, maar dit heeft me echt geholpen om het echt in kaart te zetten en om het lef te hebben, om het echt te gaan doen. Prima. En je was op school en je bent met school gestopt. Ja, ik doe nu gastheer, gastvrouw, maar ik ben gastheer bij de Hilton. Heel goed. Ja, en ik loop een stage en het gaat nu heel goed eigenlijk met mij. Ja? Maar ik was eerst gestopt met school. Ja, maar het is ook een andere uitkomst. Ja, maar dit vind ik ook echt leuk. Ja, dus je bent met een coach bezig om een business te beginnen. Wat vind je het moeilijkste? Het leukste is dat ik mijn eigen baas ben. Dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid heb. Maar vooral dat ik gewoon kan doen wat ik leuk vind. En dat vind ik gewoon belangrijk. Gewoon mijn eigen financiën bepalen. Kreeg je een beetje coaching? Met wat? Coaching. Is het opstellen van de businessplan? Ja, het opstellen van de businessplan. Heb je persoonlijk traject? Als je geen ondernemer bent, dan word je 30% wordt ondernemer, 25% vindt een baan. Je zegt dan eerst een baan, eerst de ervaring doen en dan ga je door. Ja, met andere dingen moet ingestoken worden. Ja, het is echt heel erg op hun niveau. En het zijn allemaal de lessen worden gegeven door. Ja, het is dus meer klein zijn. Bij deze mensen ben ik nu in een verder traject gegaan. Dus daar maken soms met een coach. Hoop ik dat ik daar eind van het jaar in volgend jaar geniet van kan hebben. Heb je een idee hoeveel geld je nodig? Ik heb maximaal 30.000 euro. Ja. En dan hou ik het klein en is ook een risico voor de bank blijft van het klein. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ik bedank voor de tijd. Ja, alsjeblieft. Dank u vriendelijk. Maar ik zie dat ook Amarelli's en andere Italiaanse. Als ik het mag vragen, mijn zoontje had een tekening voor me. En ik hoorde dat u assistent op me aan. En de amaretten wou ik inderdaad al in doneren. Oh! Als het zou mogen dat ik dat aan uw assistent mag meegeven, gaan. De tekening wil ik heel graag. Mag dat ik dat vind ik echt goed. Ja, absoluut. Alsjeblieft. Hij vond het heel jammer dat u erbij kwam. Het is van de pan op de boot. Oh ja. Ja, het is een schoonzaam. U begint met een pizza, dus als je zo gaat, ja. Ja, leuk.